Frederik Loeks. Ik ben directeur van Flux 50, de speerpuntcluster energie. Het is een ledenvereniging die een 200-tal bedrijven, kennisinstellingen samenbrengt rond alles wat energietransitie, duurzame energie en dergelijke inhoudt. Ik ben Koen Somers, ik vertegenwoordig vandaag Priva. Priva is eigenlijk ontstaan uit kasbouw, voeding. En zo zijn we naar gebouwen opgeschoven en vandaag schuiven wij terug uit dat gebouw en gaan we eigenlijk meer een omgeving van gebouwen, groen en die combinatie bekijken. Ik ben Jimmy van Moer, ik ben directeur van Green Energy Park. Green Energy Park is ontstaan uit de Vrije Universiteit Brussel en het Universitair Ziekenhuis Brussel. En wij ontwikkelen in Zellik in het Research Park een proeftuincentrum. Ik ben Gerrit-Jan Schever, sinds 1 juni algemeen directeur van Energyview. Dus de samenwerking tussen Vito IMEC, KU Leuven en U Hasselt op het gebied van de energietransitie. Ja, goedemiddag. Ik ben Lieven Kenis. Ik ben bij Siemens actief als verantwoordelijke voor de afdeling Digital Grid. Goedemiddag, Christel de Knop, Managing Director bij IMTEG in het departement Energie. Die gaan misschien inderdaad over naar het derde puntje over wat betreft de digitalisering en smart buildings. Wat daar het potentieel de rol kan zijn. Ik wil even verder gaan op dat van Koen, van de digitale mede. Allee, het probleem is dat dat vandaag nog te digitaal is en nog niet slim genoeg. Hè. Uiteindelijk moet je nog heel wat add-ons eraan toevoegen om daar iets mee te doen. En die burger is daar niet op geïnteresseerd. Die wordt belast in plaats van ontzorgd. Vandaag moet hij zelf al initiatief nemen onder financiële druk, ja dan nee, om die stap te zetten. Maar die burger die kent daar niks van, snapt daar niks van. En dat is een hele horde te nemen. Hè. Probeer dat maar eens thuis te verkopen aan iemand die helemaal niet weet wat elektriciteit is. Van ja, je moet er nog iets inpluggen en je moet nog dat bedrijf en zus en zo. Dat lukt niet. De burgers zijn daar niet mee bezig. Maar kijk ook naar de technologie daar. Omdat een wasmachine, je kunt perfect zeggen, binnen 3 uur moet gaan. Want ik denk dat de zon gaat schijnen. En dan pak ik Frederik zijn wolk. En de zon schijnt niet en er is een wolk. En uw uitgestelde start werkt niet. Dus er moet een extern commando zijn dat zegt, ja, de zon schijnt, start nu maar. Dat is ontzorgen, hè? Ja. Maar op zich, als we naar marktmechanismes kijken, ik geloof sterk dat dat iets is dat op termijn door de markt zal worden gedicteerd. Want energieprijzen, zeker vanuit een hernieuwbare standpunt, zullen normaal gezien hopelijk lager zijn als er veel productie is van hernieuwbare energie en hoger zoals nu, als er te weinig is. En natuurlijk, dat is iets op een landniveau zou moeten kunnen gaan werken. Maar vandaag, ja, bij een simpele dag-nacht tarivering, moet een aantal zeggen, terug een aantal hordes naar voren brengt. Waar dat Frederik graag zal op verder gaan. Maar, ik zie Frederik inderdaad ook een handje opsteken. Ja. Voor mij gaat het terug voor een deel over marktwerking. Hè. Ze hebben mij in de commissie Energie ooit gevraagd wat dat mijn standpunt was over de digitale meter versus de terugdraaiende teller. Wel, zeg mij wat dat ik moet doen en ik kan ik perfect met een digitale meter een terugdraaiende teller emuleren. Hè. Dat is gewoon twee getallen van elkaar aftrekken. Het is voor mij gewoon een goede manier, een goed voorbeeld opnieuw van hoe dat technologieintroductie door de marktwerking gewoon tegengewerkt wordt. Dus hebben die gewoon, door de manier waarop er gespeeld is door verschillende partijen, is dat gewoon in een dergelijk perspectief geplaatst, dat wij nog met zoveel positieve campagnes en websites mogen afkomen als dat wij willen, dat er dan nog een keer één is die het ding oppookt, net zoals bij de kerncentrales, en dan weer het hek van de dam is dat iedereen terug in zijn ja, egelpositie kruipt. Dus digitalisering is een noodzaak, gecombineerd met ook alle tools om die digitalisering dan bij die consument ook effectief te gaan inzetten. En volgens mij moet die consument zelfs niet weten dat zijn huis gedigitaliseerd wordt. Hè. Je hebt daar een installateur die daartussen zit en die eigenlijk aangeeft van ja jongens, dat en dat en dat zou ik hier aanraden. En het is hij die ervoor kan zorgen dat die een gebruiker wel ergens overtuigd wordt. Maar als een installateur mijn ketel hier kon zetten en ik vroeg hem om daar een internetmodule in te steken, dan was dat toch wel heel erg lastig, omdat ik dan echt wel op stond van dat we daar wel een keer insteken. En dan is hem vertrokken en hij was hem vergeten hem aan te schakelen. Hè. Dus heb ik hem mogen terug laten komen om die 5 kabels te leggen, om die internetmodule er dan in te steken. En dat is ook verkeerd gestoken op het einde ook. Dus als je die installateur niet meekrijgt in heel het verhaal,
rond het belang van digitalisering, dan ga je volgens mij sowieso en de marktwerking erachter steken, dan ga je een probleem blijven hebben. Het is de kennis van die mensen ook. Hè. Een voorbeeld van bij mij thuis, hè, warmtepomp geplaatst, die inderdaad reageert op een terugdraaiende teller. Na 3 weken werkte hij nog niet, terwijl dat er toch al een vrij grote installateur was die het geplaatst had. En na 4 weken hadden ze door dat er 2 draadjes waren omgedraaid van de modbus. Ja, als je dat escaleert, maar zoveel woningen in Vlaanderen, de kennis is er niet, de installateur is daar nog niet mee vertrouwd met die technologie. Het is nog niet plug-and-play genoeg om te zorgen dat het flexibel gaat werken. En ik vind daar dat ook moeten we toch een streep maken. Hè. We hebben de particuliere woningen, en dat is wat jullie nu beiden aanhalen. Als we dan kijken naar bedrijven, die willen wel dingen uit handen geven. En dat duurt geen 3 weken. Dat wordt opgelost en dat draait meteen. Ik zie Christophe knikken, want dat is exact wat wij doen. Wij gaan eigenlijk digitalisering, wij gaan van op afstand zeggen, nu gaan we bij u de koeling aanzetten. Maar dan moet het bedrijf akkoord zijn om een aantal dingen uit handen te geven en een externe partij te laten beslissen wat er gaat gebeuren op basis van welke energie heb ik en wat gaat er nu bij u aan- of uitgeschakeld worden. Dat bij een particulier te doen, daar zijn we volgens mij nog heel ver af. Mm-hmm. Of laten hem pikken en dan Gerrit Jan vervolgens ook. Christophe wilde jij nog vragen? Ja. Nee, sorry. Nee, inderdaad, volledig mee eens. Hè. Die interoperabiliteit, het is heel moeilijk. Hè. Er kan zoveel verkeerd gaan met die linken te leggen. En die verschillende lagen eigenlijk ja, van de assets te verbinden met die cloud. Het is maar een modbus, dus een bouwtreed die verkeerd staat. Er zijn zoveel verschillende puntjes. Als je dat de kleine installateur van achter de hoek laat doen, ja, dan gaan we er niet geraken voor de huisinstallaties. Dus dat daar een standaard moet komen om dan net op één lijn te krijgen, daar ben ik het volledig mee eens. Want je kunt dat ook niet verwachten van de chauffagist van achter de hoek, dat die dat gaat koppelen met die slimme meter. Ben nodig. Gerrit-Jan? Ja, ik denk dat die iets heel belangrijks aanraken. Dat is namelijk het human capital aspect van de energietransitie. Enerzijds kwantiteit, anderzijds kwaliteit. We moeten zo ontzettend veel gaan doen. En er zijn dus gewoon eigenlijk haast niet genoeg mensen om het allemaal te gaan zitten uitvoeren. Dus daar is opleiding en het aanwerven van mensen in die sector heel erg belangrijk voor. Maar het tweede is inderdaad die kwaliteit. De technische skills, maar ook de visie waar het heen gaat, moet eigenlijk breed gedeeld worden onder de installateurs. Want daarmee overtuig je ook de mensen. De mensen die het horen van hun vertrouwde installateur van dit is een goede oplossing. En die er vertrouwen in hebben dat hij dat goed aanlegt. Die raken overtuigd. En dat betekent ook dat die kleinere installateurs, hè, we hebben hier met een aantal grotere te maken, hè, zoals in Imtech en Priva. Jullie hebben nog wel een grote organisatie waarbij je intern die mensen kan opleiden en ook samenwerking kan organiseren. Ook al kan ik me ook voorstellen dat het binnenbedrijf nog best een uitdaging is. Tussen, laten we zeggen, de chauffagisten en ook de elektricus. Hè, dat zijn toch vaak hele aparte werelden en die moeten samenwerken in een bepaald gebouw. Maar heel veel mensen hebben gewoon hun lokale installateur. En die moeten ook met elkaar gaan samenwerken om complete totaaloplossingen te gaan aanbieden. Waarbij ze competenties in moeten zetten die ze zelf niet hebben. Dus ze moeten met een andere lokale installateur die bijvoorbeeld op het warmtegebied beter is en anders op het elektriciteitsgebied bezig en ander op het ICT-gebied. En die moeten samen netwerken gaan vormen om ook lokaal die problemen te kunnen aanpakken. Ik zie daar nog een enorme uitdaging in. Heel veel opleidingsnood. Niet alleen opleiding voor de jongeren die in een opleidingstraject zitten, een natuurlijk opleidingstraject, maar ook voor de bestaande werknemers, bestaande zelfstandigen die nu in die markt zitten. Dus hoe we dat gaan organiseren, dat is denk ik nog wel iets waar we over moeten nadenken. Dan kijk ik eerder naar Duitsland toe, waar ook bedrijven onderling beroepsopleidingen regelen. En niet alleen maar intern. En ik denk dat dat wel een model is, samen met de kennisinstellingen uiteraard, om veel meer in te zetten op opleiding van bestaand personeel. Dat doen wij vandaag al, omdat het de kennis, als Frederik zegt, ja, ze zijn bij mij een nieuwe ketel komen zetten, dat is een perfecte installateur, die kan lassen als geen ander, leidingen hangen top, maar in één keer zegt er iemand, en nu moet je het aan het internet hangen voor mij. Precies. Dat is geen ICT'er, hè? Dat is een top installateur van cv-systemen.
Precies. En wij moeten daar ongelooflijk investeren in opleidingen, omdat mensen een draadje aan klem 1 en klem 2 en het werkt. Het is vandaag niet meer zo, hè. Er komt een heel ander aspect bij. En digitalisering, we gaan er eigenlijk snel over. Maar dat maakt dat de man met de schroevendraaier en de grote koffer plotseling ook een laptop moet meenemen. En dat is andere kennis, totaal andere kennis. Het lukt wel, maar je moet er tijd in investeren. Ik zie dat Frederik en daarna Jimmy ook eventjes zullen pikken. Hey, ik ben het volledig eens met Koen. Hè. En we hebben verleden, een paar jaar geleden hebben wij een competentieprognose uitgevoerd rond wat moet een installateur in de toekomst kunnen en kennen. En digitalisering en dergelijke kwamen daar uiteraard heel hard aan bod. En daar zaten in die begeleidingscommissie een aantal van de, ja, laten we zeggen, middelgrote installateurs. En die erkennen dat ook allemaal. Maar er zit toch een hele uitdaging bij die hele grote groep van gewoon zelfstandigen, die typisch 40, 50 jaar zijn. Dat schijnt zo wat de middenmoot te zijn in die groep. En die zegt van ja, wij willen eigenlijk niet bijleren. Of dat interesseert ons eigenlijk niet zo heel veel. Ik ben niet gewend om die ketel te zetten en ik zet hier die ketel graag. En die complexiteit, ik moet die niet hebben. Hè. Die zijn opgeleid om te lassen en te slijpen. En als die een cursus ventilatie moeten gaan volgen, ja, dan is het al van, ja, ik krijg er allemaal cijfertjes te horen en dat interesseert me eigenlijk niet. Ik zal daarna toch nog een keer, als ik iets nodig heb, bel ik toch met een vertegenwoordiger op. Hè. Daar komt het op neer. Maar daar zit een ongelofelijke uitdaging, wat een hele generatie vraagt. Hè. Want je krijgt dat niet zomaar opgelost, die generatie aan het digitaliseren. Dat is niet waar dat die voor opgeleid zijn, dat is niet wat interesseert. Maar dat zijn wel die mensen die, ja, de vertrouwenspersoon zijn van mijn ouders, die nog altijd gewend zijn aan een dag-nacht-tarief. Die zeggen van, we moeten 's nachts alles opzetten, hè, want dan werkt co. Hè. Ja, dat was misschien wel zo, maar nu is dat dus niet meer zo. Hè. Ja. In orde. Jimmy? Ja, het is inderdaad. Hè. Wij gebruiken hier de proeftuin ook als opleidingscentrum voor onder andere die installateurs. En het verwondert mij nog steeds dat zulke installateur het verschil tussen kilowatt en kilowattuur niet meer vertrouwd is. Hè. Die moeten die oplossingen aan mensen aanbieden en die kennen die factor tijd niet. Hè. Dat is hier een hele herscholing dat je die mensen moet doen. Nu, goed, dat is een generatie die van school weg is en dat moet herschoold worden. Wat me nog meer verwonderd is dan de studenten die hier over de vloer komen en mensen die hier thesissen doen en stages en zo verder, ja, dat die in die school vandaag dat ook nog niet altijd krijgen. Hè. Het is soms verwonderlijk als je dan praat over een buurtbatterij, dat die mensen zitten rond te kijken, terwijl dat hier een heel grote container staat, zo'n buurtbatterij, en dat die zich afvragen, wat is dat? Dus ook daar, die scholen, die opleidingen, die moeten wat versneld meegaan in die technologieën, want zijn die dat afstuderen en volgende week eigenlijk zouden moeten kunnen die nieuwe technieker zijn. En ook daar verliezen we tijd, omdat die mensen niet vandaag volledig mee zijn. En die scholen hebben ook niet de mogelijkheden en de mensen in huis. De lesgever die daar staat, is nog iemand van enkele jaren terug, dus die zijn ook nog niet mee in die innovatie. Dus dat is ook nog een hele traject om die scholen daarin kunnen mee te nemen. Maar ik denk wel dat er ook nog een heel traject is voor de producenten om ervoor te zorgen dat hun apparatuur zo installatievriendelijk mogelijk is. Ik denk dat want dat is een probleem dat we niet snel opgelost gaan krijgen. Hè. Als je kijkt naar deze hier, met een gsm, ik krijg hem nu niet op het scherm getoond, maar er is geen kat die weet dat ding werkt, maar toch kan iedereen hem gebruiken. Hè? En dat is waar we uiteindelijk naartoe moeten komen, naar een systeem dat geen kat misschien snapt, maar dat ze tenminste weten dat ze het op een gebruiksvriendelijke manier zo en zo en zo moeten wiren en dat ze in het slechtste geval hun kleindochter nodig hebben om dat ding dan geïnstalleerd te krijgen, dat weet ik niet. Maar dat je naar digitalisering is niet iets waar je de mensen moet mee confronteren, denk ik, want als je hen daar te hard mee confronteert, dan ja, dan dreig je enkel bij een aantal geeks uit te komen die inderdaad er wel... Ik ken er zo wel een aantal die op kieken, maar ja, dat is niet doorsnee publiek. Nee, vooral dat ik denk dat we die verantwoordelijkheid niet volledig mogen doorschuiven. We moeten toch wel zorgen voor zo transparant mogelijke installatie, gemakkelijk mogelijke systemen. Ja, je moest een printer installeren, nu moet je gewoon een USB insteken en Windows herkent het. Waarom kan dan een warmtepomp en een meter niet gewoon met een USB-draadje communiceren en elkaar kennen? Ja, ik wil misschien even het verhaal uitbreiden naar
We zijn nu ook veel op consumenten bezig. Nu, de prognose is misschien, Vlaanderen is natuurlijk zeer versnipperd, maar in het algemeen zal het merendeel van de mensen of de binnen 20, 30 jaar misschien ook in gemeenschappelijke voorzieningen wonen, in appartementsgebouwen of gemixte gebouwen of nieuwe concepten van te samen te leven. Maar dat dan eigenlijk het gebouw veel meer wordt dan kamers met een deur en een ingang, maar een actieve speler in het energienetwerk. En daar komt ook een ander stukje competentie aanwezig. Je hebt dan inderdaad de ganse slimme gebouwentechnologie, die gaat van in de individuele domotica naar het ganse aansturen van een gebouw, zoals een consument en een prosumer in die zin, om daar dan eigenlijk ook het voordeel uit te gaan halen. Want een gebouw, vandaag misschien minder, maar binnen 10, 15 jaar verwachten wij toch dat een zeer actieve speler gaat zijn met zijn parkeerplaatsen, met zijn e-mobility, met zijn misschien thuisbatterij, met zijn eigen WKK of andere manier van energieopwekking. En dat mogen we ook niet volledig uit het oog gaan verliezen. Hè. In die zin misschien dat we ook daar even kunnen op ingaan. Even wat je zegt, interesseert mij wel heel hard, want je zegt heel duidelijk, het gebouw zal een belangrijke speler zijn. Ja. En niet de inwoner in dat gebouw. Door digitalisering zullen we ertoe komen dat dat gebouw de speler is en niet absoluut de gebruiker van dat gebouw. Dus op dat er zijn nu al technologieën. Er is een indicator die door Energyville nog mee ontwikkeld is, die aangeeft van hoe slim is het gebouw zelf, is daar een heel belangrijke factor, eerder dan de consument achter het gebouw. En ik denk dat dat wel een heel belangrijk subtiel verschil is. Maar natuurlijk kijken naar uw telefoon. Je moet ook niet meer weten hoe dat uw telefoon werkt. Die moet gewoon werken voor u. Een gebouw moet aangenaam zijn om in te leven, om in te werken, om in te wonen. Om in te gaan shoppen of het moet een intelligent of een aangename plaats zijn. Maar om in quarantaine te zitten. Of om rond de tafel virtueel te gaan teleconferencen of aan een terras in een restaurant of heel veel toffe dingen samen. Maar het gebouw of het concept van een infrastructuur moet daarvoor zorgen. En dan maak je dan slimme infrastructuur die dan energiezuinig moet zijn, et cetera. En dan ga je een stukje weg van de klassieke installateur, maar kom je terecht in de wereld van de meer gespecialiseerde, grotere installateurs of de high-tech leveranciers. En dat is nog een heel stuk extra moeilijk om daar de juiste opleidingen voor te krijgen. Dat is geen massa-opleiding, dat is een diepte-opleiding. En dan komen we terug bij een Energyville of een andere universiteitsvorm om daar ook in verder te gaan. En dan spreken we ingenieursopleidingen, et cetera. En er was vroeger al een probleem om ingenieurs te vinden. Laat staan om nu voldoende getrainde energie ingenieurs te vinden die zowel digitaal zijn als elektrisch. Want ik ben een computerwetenschapper, maar vraag me niet hoe dat elektrische machines werken. Ondertussen wel, maar... En dat is nog altijd een probleem. Die scheiding tussen computerwetenschappen en energietechniek zorgt waarschijnlijk ook dat het niet 1, 2, 3 opgelost zal zijn. Maar ik weet niet wat dat bij jullie is aan de VB. Maar je krijgt dat niet in één hoofd niet meer. Ik was vroeger onderhoudstechnieker. Toen kon er met een schroevendraaier en een steamroll en Tech 7 alles herstellen. Vandaag heb je PC's nodig, heb je van alles en nog wat nodig, maar je krijgt dat niet meer individueel rond. Je moet juist die samenwerking tussen die technische mensen gaan creëren om te zorgen dat ieder zijn element in die keten gaat doen. Moet die chauffagist inderdaad ook IT kennen? Nee, hij moet alleen weten, voor dat stukje moet ik bij die persoon zijn, of de gebouweigenaar die een slim gebouw moet maken, moet weten dat hij die 20 mensen nodig heeft en niet die ene. Want anders gaat het ook niet lukken. Het is ook menselijk niet meer te vatten allemaal. Ja, maar we mogen de eenvoud niet voorbij gaan. Pardon, de eenvoud niet voorbij gaan. Hè. Als je 20 mensen nodig hebt om een technische installatie op te starten, dat is niet haalbaar. In die systemen moet eenvoudig genoeg blijven. En ik denk dat de grootste stap zal zijn de gebruiker die toestaat dat een andere intelligentie bepaalde taken overneemt en zegt, nu gaan we dit doen. En dat is het gebouw gaat de speler worden. Ja, en daar gaat intelligentie gaat achter het gebouw zitten en gaat zeggen, gebruiker, wat heb jij graag? Ik ga als gebouw mijn best doen om dit voor u te realiseren binnen energiebeperkingen en beschikbaarheid en noem maar op. Maar dat zijn dingen die in basis beschikbaar zijn, die wij aanbieden, maar we zijn daar helemaal niet de enigen in.
Maar we zijn nog niet klaar om dat dan af te stemmen op meerdere gebouwen en een stad bij uitbreiding, want daar gaan we naartoe. Hè. Gert-Jan, wil je dat inpikken? Ja, die hele discussie over dat gebouw triggert mij enorm. Want als gebouwen gaan acteren, dan moet je ook nagedenken, moeten gebouwen dan geen rechtspersonen worden? En als je dat hebt, dan kan je ook aan een gebouw een lening verstrekken, die dan eigenlijk meegaat naar de volgende gebruiker van het gebouw. En dan kan je eigenlijk al investeringen doen nu die over 30 jaar tegen lage rente kan uitsmeren, terwijl die investering nu nog vastzit aan de persoon die in dat gebouw woont of het bedrijf dat in dat gebouw zit. Dus ik denk nu we daar zo over bezig zijn, eigenlijk gaan de gebouwen acteren en niet de gebruikers van dat gebouw. Dat het ook inderdaad de innovatie dieper moet gaan dan alleen maar techniek. Dieper gaan dan alleen maar acceptatie. Maar dat je ook moet kijken naar de juridische en financiële elementen daarvan. Ja, volledig mee eens. Hè. Uiteindelijk, de gebruiker die wil zeker comfortniveau. Die vraagt nu noodzakelijk 21 graden. Die wil dan zeker comfort. En dat is wat op termijn ook eigenlijk allemaal als een service moeten gaan doen. Hè. Je merkt dat eigenlijk in alle andere sectoren ook. Uber, dat werkt supergoed, maar je neemt de toepassing wanneer je ze nodig hebt. Ook hetzelfde voor gebouwen gaan wij ook die richting uitgaan op termijn. Je betaalt gewoon voor wat dat je nood op die moment is. Ja, Frederik? Hoi. Toch zie ik dat in de energiesector, we wel aan het spreken over as a service, maar als je kijkt naar hernieuwbare energie, daar zijn we net het tegengestelde aan het doen. Hè. Daar kregen we Elentric as a service, want dat was gewoon, ik betaalde wat ik afnam, en ik ga nu meer en meer naar, ik investeer in mijn eigen energieproductie. Hè. Ik pak mijn eigen zonnepanelen en het is niet meer as a service. Dus we zeggen wel allemaal dat we meer naar as a service gaan, maar in de praktijk zie ik toch wel dat het eerder een andere tendens is in plaats van echt as a service concepten die geïntroduceerd worden.